Goedemorgen. Kijk eens, ja, hier staan we nou. Fantastisch toch? Vanmorgen heel erg met boog en zwemmen. Ja, de golven zijn hoog, dus boog voorin. En ik heb er een paar keer meegenomen. Tot achter de branding en dan stukjes laten zwemmen oppakken als er een grote golf crashte. Dus ja, ze heeft wel lekker gezwommen. Dat is natuurlijk ontbijt. Boer heeft het haar ook al staan. Ik heb het voor mij ook al klaarstaan. Dus, en dan gaan we verder. Voor vertrek. Dit was een fantastische plek om te staan. En we gaan even draaien aan het einde van de straat. Ah, was super. Naar het bodem eventjes naar het zwemmen. Ik ben zelf nog even met de voetjes erin geweest. Maar op voor volgende plekken. Voor wat glazen flesjes en potjes die ik op verzameld heb kwijtraken. Links afslaan. Een leuk plekje om even te zitten. We gaan wandelen. En kijk eens aan de overkant. Daar liggen scheepswrakken. Oude houten scheepswrakken. Kijk of we daarbij kunnen komen. Ja? Ja. Ik hoop dat het gaat. Want het waait flink. Het water, dat is een flinke inham. Zeg maar. Dus dat gaan we niet lopen. Ik herinner me ook dat dit flink landinwaarts gaat. En we gaan met de auto dadelijk over een brugje in, met de bus over een brugje in. En dan gaan we proberen daar de overkant ergens de bus te parkeren. En dan lopen we dan naar die scheepswrakken. Maar het is wel een leuk dorpje, moet ik zeggen. Echt wel mooi. Foto's en een mooie schildering, Zeus. Ja, de hele afkant, dit is het, zeg maar het veilinggebouw. Ja, mooi. Het winkelstraatje, wat vanaf de haven naar boven loopt, naar het gemeentehuis en weer terug. Een erg leuk dorpje om te stoppen en Etel. Even rond te lopen, te verblijven, een terrasje te pikken. Ja, echt leuk. Dan gaan we verder gaan we kijken of we aan de andere kant van dat water kunnen komen. Heel eventjes bij een Aldi gestopt. Ik wilde wat van die grote tomaten die ze hier hebben, waar je lekker kunt snijden voor de salade. En, ik weet niet wat nog wat kleine geitjes gehaald. Dus, dan zijn we weer onderweg. Een brugje om naar de juiste kant van het water te gaan, waar die scheepswrakken liggen. Gestopt bij de oude passage, dus van toen de brug er nog niet was. Heerlijk gezwommen daar achter in het haventje tussen de bootjes. Het is app, dus ja, dan zie je weer gelijk bootjes aan wal liggen en dergelijke. Maar dit is een heel klein, heel rustig dorpje. Maar dit is echt leuk om hier rond te lopen even.
weer. En ik heb al te komen in de buurt van een plaats waar een Leclerc is. Dus die heb ik even de route toegevoegd. Ga ik even kijken of mijn simkaart nog actief is of dat we een nieuwe moeten kopen. Nou, we zijn weer bij de Leclercweg. Als het goed is, kon ik mijn simkaart gewoon upgraden. Maar ze hadden zelf een verbindingsprobleem. Dus ik moet weer het nummer klaren. Na 100 meter links afslaan. Daarna neem op de rotonde de derde afslag. Dus dat moeten we straks maar even proberen. Maar anders is het niet goed zoals een andere melding op de computer krijgen. Dus goed. Ik ga ervan uit. Het was handig, er was een mevrouw die Duits sprak en Frans. Dus bij de moeilijke dingetjes kon die me even helpen. Ja, op naar de volgende plek. Ja, het Citadel in Port Louis. En zo te zien, als het dan vloed is, dan stroomt de gracht van het Citadel helemaal vol. We staan daar achter ergens. We hebben een plek gevonden met een parkeerschijf waar we anderhalf uur mochten staan. Maar geen hoogtebeperking was. Zometeen eens even met rondlopen kijken of ik een plekje kan vinden hier waar we kunnen blijven staan. Want het is 6 uur. Het zou leuk zijn als we hier ergens kunnen blijven staan. Ja, dit is wel mooi. Wat is het doen? Parkeerplek verlaten waar we anderhalf uur hadden en waar we een uur van opgemaakt hebben. Want om het hoekje is een plek vrijgekomen en dan hoop ik, even opletten op het verkeer, dat is even belangrijker. En dan hoop ik dat die nog vrij is, want dat zou een plek zijn waar we mogen staan. Hij is nog vrij, kan ik zien. Dus, laten we eens kijken. Hier blijven we vannacht staan. Aan de rand van het park. Achter die muur ligt de zee. Dat is de omwalling van het Citadel. Hier in Port Louis. Daar zijn sportvelden. Ja, het meeste is verboden parkeren voor 2 meter hoger dan 2 meter 10. Maar hier staat helemaal niks. Dus. En een vrachtauto en nog een busje hebben daar gebruik van gemaakt. En ik denk, hey, toen deze plek hier vrij kwam, hebben we daar gewoon ingedoken dus. Ja. Het is alleen zo dat ik niet hier gelijk met boot stranden mag. Dus ik denk dat we morgen gewoon vertrekken en dan ergens anders strand gaan opzoeken.
Hey, Tex. Dat zo. Ach, wacht. Avondwandelingetje met Bo aan het maken. En dan zijn we aan de andere kant bij de haven aanbeland. Altijd leuk. Bokken.